Fusieclub van OSM en VCM. We bestaan al heel wat jaartjes weer. En het heet dus Volleybalclub Maarsen. En de selectie train ik, dames één selectie. Hierachter traint de heren één selectie. En wij trainen twee keer per week. En we hebben een wedstrijd elke zaterdag of vrijdagavond spelen een wedstrijd. Wat moet ik me voor de selectie voorstellen? Selectie, dat is een groep van, zeg maar, nou, we zijn begonnen met 12 dames. Maar door blessures, zwangerschap en nog meer malheur, zeg maar, hebben we uiteindelijk hebben we er nog 8 over, 8 speelsters. Waardoor ik ook regelmatig een beroep moet doen op meisjes uit het eerste meisjesteam. Wat is dit voor team? Een ontzettend leuk team. Een team wat alles voor elkaar over heeft. En zo maken we het met elkaar gezellig, maar vooral ook fanatiek. We hebben ons vrijdag heel mooi in de subtop genesteld van de eerste klasse. Dat is de 1A hoogste klasse van de regio. Dat is een mooi niveau, wordt flink gevolleybald, maar we zijn wel veruit de jongste ploeg in die klasse. We hebben veel jeugdspeelsters. Het team verschilt per samenstelling per jaar, maar ik zit nu voor het 5e jaar ongeveer met zo'n beetje dezelfde meiden. En heb je nog plannen om nog meer succes te gaan boeken? Nou ja, het ligt eraan, dan zullen we onze speelsters moeten houden. En dat is het grote probleem. We hebben een hele kleine vereniging. En over het algemeen is het heel moeilijk om de speelsters, zeker talenten, hier te houden. Want ze gaan studeren. Ik heb er nu eentje, twee bij, die doen VWO 6. Waar gaan ze studeren? Ik heb één speelster die gaat landelijk spelen in Soest. Dus ja, dan moet je maar weer hopen of er wat jeugd doorstroomt. Dus daar ben ik wel wat druk mee bezig. Ik probeer altijd het jaar over het jaar heen te kijken. Door wat extra jeugd mee te laten trainen. In de hoop dat die de aansluiting vinden. Het hoogtepunt is denk ik het kampioenschap in de tweede klasse geweest. Toen we naar de eerste klasse mochten en nu gewoon op echt leuk niveau ballen. Het spelletje is natuurlijk de aanval, de verdediging, het spectaculaire, zeg maar. Nou, jullie hebben net kunnen zien, je hebt wat gefilmd. Je kunt een enorm hoog tempo draaien. Heel veel fanatiek. Spel, maar ook teamspel. Ik vind dat het leukste wat er is. En als het team goed op elkaar ingespeeld is, volgen de resultaten vanzelf. Nou, volleybal ook heel lang. Hè. We hebben natuurlijk Olympisch kampioen gehad in de jaren 90 van de vorige eeuw. En toen zijn we enorm gegroeid als bond. Maar ja, daar pik je over het algemeen in dit soort plaatsjes als Maarsen niet zoveel mee. Meer groeigemeentes als Houten, die hebben veel leden. Maar bij ons is het toch erg aan het krimpen. En je moet hopen dat je wat jeugd erbij krijgt. We hebben momenteel een kleine jeugdafdeling. Heel veel jeugd gaat dansen. Heel veel jeugd gaat turnen, heel veel jongens gaan voetballen. Dus ja, we proberen toch door wat actieve trainingen op te zetten, toch wat meer jeugd te krijgen. Teamsport is sowieso, vind ik, heel leuk. En volleybal is ook een sport, nou ja, waar dat gewoon op een leuk niveau kan. Waar je ook vrij snel een leuk niveau wel kan behalen. Nou ja, en kijk wat er in het veld staat. Wij zijn een leuk team, dus ik zou zeggen, kom vooral bij ons. Kira! 4-0! 4-0!